Goedendag. Ja, op sommige plaatsen starten we de dag vandaag toch wel met wat mist. En ook de komende dagen moeten we daar wel rekening mee houden. Maar uiteindelijk komt de zon er dan ook gewoon wel weer bij vandaag. En dan zien we ook nog wel die diepe plassen liggen van die neerslagzone die vannacht is gepasseerd. Toch wel lokaal zo'n 15 mm regenwater. Maar de komende dagen is het toch echt wel dat droge weerbeeld wat gaat overheersen. Ja, dat hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied. Dat wordt opgeworpen vanaf het Azorenhoog. Een rug van hoge druk richting onze omgeving. En daardoor wordt het dus een stuk stabieler de komende dagen. Dus ook wel die kansen op mist, want er is weinig stroming in de bovenlucht. Zeker op vrijdag dan gaat de stroming nog wat meer kantelen richting het zuiden. En dan krijgen we te maken met zeer zachte lucht. Mogelijk kan het dan in het binnenland wel weer een graad of 20 worden. En dan komen de datumrecords in gevaar voor die dag. Dus dat is wel even iets waar we verder naar kijken. En iets verder op de Atlantische Oceaan, net ten westen van het Verenigd Koninkrijk, ligt een nieuw lage drukgebied klaar met een frontaal systeem. En dat komt traag dichterbij, maar dat treuzelt ook een beetje. Het is nog wat onzeker in de weermodellen wanneer dat precies gaat passeren. Waarschijnlijk in de nacht van vrijdag op zaterdag dat het gaat gebeuren. Maar er zijn ook nog opties waarin dat iets wordt uitgesteld. Dus daar komen we in de toekomstige weerberichten uiteraard op terug. Ik had het net ook al even over die mistkansen. Zeker de nacht van dinsdag op woensdag. Op grote schaal dichte mist mogelijk. Zeker in het noorden en midden van het land. Die heeft ook wel wat moeite met oplossen in de ochtend van woensdag. Dus het kan wel eens dat woensdag wat grijs begint in grote delen van het land. En ook in de nacht naar donderdag zagen we het net alweer dat in het noorden mist kan gaan ontstaan. Ja, en in dit jaargetijde is de zon natuurlijk een stuk minder sterk dan in het zomerhalfjaar. En dan is het toch even de vraag hoe snel die bewolking precies gaat oplossen. De beste papieren voor zonnige perioden zijn er dus wel in het zuiden van het land. Vandaag op alle plaatsen in Nederland eigenlijk een prima weerbeeldtemperatuur. Zo rond 15 of 16 graden. Daarbij een mix van wolken en zon. We zien dat in de kustregio's nog wel een enkele bui kan vallen door kustconvergentie daar. En bij dat alles staat er dan een matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond is dat nog steeds het geval. Met name de kustregio's, daar is nog een enkele bui mogelijk. We zien dat een enkel exemplaar iets verder landinwaarts kruipt. Maar dan doven ze ook alweer snel uit. En de temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 13 graden. Vannacht, ik ben het natuurlijk net ook al, die mistkansen met name in het noorden en midden van het land. We zien in het zuiden ook nog wel enkele mistbanken mogelijk. De temperatuur daalt naar zo'n 5 tot 10 graden. En de kustregio's, die blijven waarschijnlijk wel vrij van die mist. Met daar dus ook wel die hogere minima van zo'n 10 graden. Morgenochtend starten we dus wel met die mist. Die gaat uiteindelijk dan over in laaghangende bewolking. En die kan wel wat hardnekkig zijn, vooral in het midden en noorden van het land. Misschien pas tegen het middaguur daar de eerste zonnestralen. In het zuidoosten van het land daar is het toch al wel een stuk beter. Die mistbanken zijn daar wat ondieper. En daar kan die zon wat sneller gaan doorbreken. En als dat dan uiteindelijk gebeurt, dan is het overal een prima dag. Temperaturen zo tussen 14 en 16 graden. En daarbij ook maar weinig wind uit een zuidwestelijke richting. Donderdag dan ook nog een mooie najaarsdag, temperaturen tot een graad of 17 met flink wat ruimte voor de zon. Vrijdag dus waarschijnlijk de warmste dag van de week, met dan zo'n 19 graden gemiddeld, maar zeker landinwaarts kunnen we misschien wel naar 20 of 21 graden gaan. Later op die vrijdag dus wel de toenemende kans op een enkele bui. En daarna krijgen we met dat lage drukgebied te maken. De temperatuur gaat daardoor toch ook echt wel wat omlaag naar zo'n 14 of 15 graden. Eigenlijk hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Dagelijks is er wel kans op een bui, maar die droge momenten en droge perioden die overheersen wel. Dus het weerbeeld blijft daarbij best wel vriendelijk. Tot de volgende keer!